Het telecommunicatiebedrijf Telesuur heeft zijn nieuwste dienst Free Data voor afstandonderwijs geïntroduceerd. De lancering heeft plaatsgevonden op maandag 26 april 2021 in de Congreshal. President Chandrika Prasad Santokhi heeft als eerste burger van het land met een druk op de knop de nieuwe dienst gelanceerd. Een digitale kloof, dat woord dat eigenlijk aangeeft dat er een verschil is tussen degenen die kunnen profiteren van digitale ontwikkeling, van digitale technologie, en zij die dat niet kunnen. En dit is iets dat op dit moment nog meer gestalte aan het krijgen is door de pandemie waarin we leven, maar ook nog eens een keer met een schepje financiële crisis erbovenop. Die digitale kloof, die moeten wij ervoor gaan zorgen nu, dat die zo klein mogelijk gemaakt wordt, dat er niet mensen gaan afhaken. En de impact daarvan moeten we niet onderschatten, want wanneer we zeggen, de jeugd is de toekomst van morgen, en de jeugd die heeft op dit moment uitdagingen om mee te doen met die digitale ontwikkeling, dan kan onze digitale toekomst van Suriname daarmee ook in gevaar komen. Wij lanceren vandaag een product waar ik moet benoemen dat degene die hierin ook het voortouw ingenomen heeft, is de president, dat ondersteund door de vicepresident, dat om te blijven zoeken naar gerichte oplossingen die nodig zijn voor onze samenleving. Heel belangrijk om in ieder geval ervoor te zorgen dat we die kloof kleiner maken, dat degene die dreigen af te haken, dat wij die connecten, waardoor zij verder kunnen blijven werken aan hun ontwikkeling. Ook kinderen uit de verre districten en in het binnenland mogen nimmer meer verstoken blijven van onderwijs. Hoewel wij weten dat de onderwijsachterstand in het binnenland steeds groter wordt door de COVID-pandemie en de economische situatie, mag het niet meer zo zijn dat deze kinderen steeds de dupe worden. Ik vraag de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur van hieruit om erop toe te zien dat het onderwijs ook voor deze kinderen daadwerkelijk toegankelijk wordt met deze free data dienst. Immers, ik had het al gezegd, het UNICEF mandaat luidt No Child Left Behind. Ik hoop van harte dat met het lunchen van de dienst free data voor studenten alle kinderen in Suriname en met name de kinderen in het binnenland gebruik kunnen maken van deze dienst. Ik ben ervan overtuigd dat u allen goed gebruik zult maken van deze dienst en dat leerkrachten en leerlingen samen zullen werken aan de nieuwe normalisatie van het onderwijsproces. De regering met haar ministers en haar werkarmen zijn constant bezig naar oplossingen te zoeken. We willen zo spoedig mogelijk terug naar een leefbaar Suriname. Daar hebben wij u allen voor nodig. U ziet het, met gezamenlijk inspannen kunnen wij vandaag deze dienst aanbieden aan de gemeenschap, aan onze scholen, leerkrachten, docenten, studenten en leerlingen. Ik feliciteer u allen met het bereiken van deze mijlpaal voor onze leerlingen, studenten en leerkrachten. Dank u wel, Telesuur. Dank u wel, president. Dank u wel, minister en alle anderen die zich keihard hebben ingezet om deze lunch van free data voor studenten tot een feit te maken. Op weg naar een betere Suriname. Dank u wel. Afstandsonderwijs bestaat al jaren.
tientallen jaren. Dat is een normaal onderwijssysteem in het buitenland. Hoeveel mensen studeren niet af op afstandsonderwijs? Maar de COVID is een dreiging. Maar de COVID biedt ook haar kansen. En dit is een prachtige kans. Dat we nu het afstandsonderwijs versneld gaan implementeren naar de samenleving. Wat trafas node. Astuka. Astuka mus godoro. Astuka mus tuka. Am godoro. We hebben afgelopen vrijdag, minister, in de regeringsraad een uitgebreide presentatie gehad van de minister van Onderwijs met zijn deskundigen over afstandsonderwijs. En ik kan je zeggen, ik heb er ook wat van geleerd, minister. Het is niet klassikaal onderwijs verplaatsen naar jouw smartphone en mobiel onderwijs. Dat is hem niet. Het is een hele cultuuromslag die moet plaatsvinden. Daar waar je in de klas staat met een juffrouw en meester en zoveel kinderen. Hier word je dan weer geïndividualiseerd. Om les te volgen. Maar tegelijkertijd is een heel andersoortig onderwijs. Met veel zelfstudie. Maar ook dat je met al deze moderne technologie moet kunnen omgaan.